Ja, is goed voor je. Goedemorgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karin Staalman van de Werf. En mijn man, dat is Roderick Staalman van de Werf, zoals de meeste van jullie wel weten. Maar ja, voor de nieuwelingen die het nog niet weten. Ja, mijn man die is dan nou niet in beeld. Die is nu op zijn werk. Yep, dus zodoende. Maar ja, ik loop dus nu buiten met de honden. En ja... ja, wat wil ik nog meer zeggen? Weet ik eigenlijk niet. Ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier. Kom, wie gaat er mee met mij? Kom, Beauty, kom. Goed zo. Lof, ga mee. Ja, ik neem je gewoon lekker mee. Niet spelen aan de lijn, hè? Kom aan, gaan jullie mee? Kom maar, Beauty. 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 Ja, lekker. Je riem. Oh, rustig. Leed, ga eens ook even op het gras, kom. Op het gras. Lof ook op het gras. Ja, doe maar. Je bent niet bang, kom. Ik wil zeggen, loop maar er gewoon overheen. Kom, over je eigen riem heen, meisjes, kom. Goed zo, lof op het gras ook. Goed zo, meisjes. Kom maar, goed zo. Eén hand, lekker makkelijk. Not. Nou ja, ik ga mijn hondjes bemoeien. En dan zien jullie mij straks wel weer. Naar de roedelwijfie. Ik doe nog niet eens wat. Prima. Ja, misschien wat meer even naar elkaar toe lopen in plaats helemaal uit elkaar. Blijf. Het is handig, uit elkaar lopen. Nee. Nee, kom. Goed zo, en ik zeg bij de roedel. Zo. Goed zo, Leed. Kom maar. Goed zo. Bij de roedel, kom. Kom. Nee, kom. Kom. Nee, kom. Ja, doe maar. Goed zo. Nee, deze kant op, kom. Kom, wijfie, kom. Goed zo. Nee, kom. Kom dan. Beauty, kom. Monsieur. Beauty, kom, monsieur. Nee, kom. Ja. Goed zo. Keurig. Ja, nou, ik sta dus nu nog even bij school. Ik ga Ro weer lekker ophalen. Het is nu bijna half drie. Het is nu nog 10 minuten, dan is het 2:30. Dus ik ga nu lekker snel op mijn fiets. Kijk. Dat is handig, toch? Ja, precies. Ja, dus en want de vorige keer stond ik zo. Dus ja, dan is het mijn spiegel die je ziet. Ja. Dus nou, ik ga nu op de fiets en dan ga ik naar Ro toe. Ja, en zo ben ik dus thuis. Want ja, ik dacht met mijn goede gedrag om Ro dus op te halen vanaf zijn werk. Ja. Maar ik bij zijn werk aangekomen. Ik denk, nou, ik bel hem. Was meneer al thuis? Want meneer die was al eerder vrij. Dat had ik al kunnen weten. Maar ja, hè. Ik denk, ja, ik haal hem op. Maar hij was dus al thuis. Ja, dat vond hij niet leuk. Je had het al gezegd. Nee. Dus ik heb hem ook al gezegd van, joh, als dat weer voorkomt, je kan mij ook gewoon ophalen. Heb ik hem ook al gezegd van, joh, haal mij dan eens een keertje op. Ja, dat kan ik doen. Ja, en dan denk ik er niet bijna. Ook goed, prima. Dus ja, zo'n romantische vent heb ik niet. Nee. Dus, maar ja, ik ben dan wel weer romantisch. Eigenlijk. En ja, dan baal ik er ook wel weer van dat ik dan... dat niet weer terugkrijg. Denk ik van ja, dan moet het allemaal weer vanaf mij afkomen. En dan krijg ik het niet terug. Maar hij is dan wel weer romantisch op een andere manier. Maar op zijn eigen manier. Maar dan mis ik dan weer dat stukje. Maar ja, hoe gaan jullie ermee doen? Hebben jullie ook zo'n man, vriend die dat ook niet hebben? Weet ik niet. Elke man is anders, weet ik.
Maar ja, ik ben dus thuis. Ik had ook al gezegd tegen Ro dat ik boodschappen wou doen. Maar ja, dat blijf ik niet herhalen. Dus waarschijnlijk gebeurt dat waarschijnlijk vandaag niet. Ik weet het niet. Want Ro die heeft vaak altijd heel lang werk nodig. En het is al 3:10. Dus ja, hè, dat wordt hem dan ook waarschijnlijk niet. Dus ik moet mijn eigen tijd en dingen gaan doen. Blijkbaar. Want ja, meneer die gaat ook niet zeggen van joh, hey, schat, ik kom eraan. We gaan boodschappen doen. Dat zegt hij ook niet. Dus. Beetje jammer. Kijk, en dat zijn dan ook weer dingen die ik dan weer mis. Denk van ja, ik meld iets. Ik zeg iets dat ik iets wil gaan doen. En het hoeft niet continu vanaf mij te komen. Denk van ja, je hebt ook een stel hersens. Gebruik die dan. Je weet hoe ik in elkaar zit. Toch? Ben ik zo achter. Maar oké, ik ben ook gewoon weer even gelijktijdig met een vlog bezig. Dus, want van hem hoef ik het momenteel niet te verwachten. Ja, en ik heb hem ook aan de lijn, dus dat scheelt. Dus, maar ja, ik ben thuis en ik ga gewoon mijn dingetjes doen. En dan merk ik het wel vandaag of morgen, hè? Dus, en anders heeft hij gewoon een hele chagrijnige vrouw. Ook goed. Zo, mijn vrouw die ligt lekker daar. Die ligt daar. En die ligt daar. En meneer die ligt daar. Wat eigenlijk niet mag. En ik moet hier gaan stofzuigen dweilen. Het ziet er niet uit, maar oké. Okay. Kan momenteel aan de gang blijven, hè? Want vanochtend heb ik ook hier aardig aangeveegd. Maar ja, maakt allemaal niet uit. Nou, mensen, ik heb dus nu nog deze eettafel. Deze lange, werpige ding. Ja. Wij gaan nu eventjes de hort op. Hé, schat, de patat? Ja, gezellig, hè? Hoop ik toch wel, ja. Ja, en waar zijn we nu? Beide? In Delft. In Delft? Ja, in Delft. In de IKEA, te zeggen. Oh, ja. Nee, we gaan nu eventjes lekker IKEA in. Gezellig IKEA onveilig maken. Niet voor gesponsord. Nee, daar worden we inderdaad niet voor gesponsord, nee. Helaas pindakaas, gezegd. Oh. Ja, ook goed. Helemaal prima. Toch? Ja. Ik zou dat dus ook nooit doen, hè? Bordjes tegen de muur aan hangen. Borden, eetborden. Nee. Wij kunnen het allemaal voor je doen. Nou, wat kunnen jullie allemaal voor ons doen? Ja, bijna wel. Pan, schat. Een klippan. Klip. En een klip en een pan. Schat. Een klip en een pan. En wat doe je met een klippan? Zie je dat? Het is een rode wij. Ja? Hey, maar het is een zwarte. Zwart. Ja. Kijk, een knopparp. Ja, knop. Wat? Een knopparp. Een knopparp. Waar zit die knop dan? Die parp? Ja, geen idee. Een slow Gabi, ja, Gabi. En een lak. En waar moet ik lakken dan? De tafel moet gelakt worden. Ja, bijna wel. Ik heb wel hello, maar een pello. Dat is toch handig? Dat is zo eng. Dat is heel eng, ja, die po eng. Heel enge po. En een kievit. Van kievit in het woord, dat van een kievit. Ja, kievit. Een kievit 3 zit vaak. Ja. Waar moet de kievieken dan zitten? Hey. Vijf, een huis voor een gezin van 3. Ja. Woonkamer 23 vierkante meter. Plaatkamer, nou, nee. 5,5 vierkante meter. Nou, nee. Ja. En we worden hier niet voor gesponsord, mensen. Wat zijn wij aan het doen? Mag dat wel? Straks knal je nog ergens tegenaan. Huh? Straks knal je nog ergens tegenaan. Ja, kijk. Boom.
En is het stuk? Wel, nee. Dan kan je een nieuwe halen. Dat is leuk. Ja, ja. De kinderen, die doen het verhaal, of niet? Ja, ja. Handig. Waarom is dat handig? Ja, het is leuk, ja, maar is het handig? Nee. Niet? Maar ik doe het wel. Oh, oké, dan is het goed. Het is grappig, het is leuk, het is handig. Ja. Maar het mag niet. Ja, is goed. Mag jij even jezelf filmen? Ik zit op het karretje. Na, 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 na. Joepie! Jeze! Rennen! Rennen! Joehoe! Ja, is goed voor je. Dit is goed voor je. Joehoe! Daar waren we alweer bij de auto. Auto, ik hou voor jou. Ben je ook lief voor mij? Ja. Hou je vast? Kan ik eventjes opstaan? Zo. Nee, mooi is dat, hè, Nat? Dat is groen. Groener als dat wordt hij niet. Nee, precies. Helemaal nooit. Nee, maar we zijn dus alweer de IKEA uit, zoals je kan zien. IKEA zit hier. Maar het is rare boodschappen doen tegenwoordig in de IKEA. Want ze hebben er helemaal magazijn om gegooid. En er zijn dus ook sommige producten. Die moet je dan vragen aan een verkoopmedewerker. En dan krijg je dus een order papiertje. En dan moet je dus wel eerst afrekenen. En bij de kassa. En dan moet je dus weer naar een andere balie lopen. En daar krijg je dus je... En je pakketje. Je productpakket. Zoals hierachter. Ja. Maar ik had een hele leuke aardige dame, Emma. Van de IKEA. Te Delft. En ze komt al aan. En ik zag dus op het bord dat mijn nummer al klaar was. Dus ik zeg van 6612. Ja, zegt ze. Dat is mijn taak. Ja, dat weet ik. En dan wil je ook zo zeker zelf stempelen. Ik zie jou als dat mag. Ja hoor, nou ik mag ook twee stempels zetten. Nou, dat is leuk, toch? Shout-out naar Emma van de IKEA in Delft. En ook namens mijn man. Ja. Dus, nee, maar dat is gewoon heel verwarrend. En vooral als je dus een tijdje daar al niet meer bent geweest. Dus het is ook misschien een tip voor de IKEA... om dus dat wel op en op de website te gaan vermelden. Wat je dus hebt veranderd of vormen. Ja, lieve mensen. Ja, ik heb nog geen tafel veranderd. Nog helemaal niet. Ik heb hem al wel. In de gang staan. Nog in doos. Ja. Maar ik ga jullie al wel gewoon vast bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter. En doe het belletje, want dan blijf je op de hoogte. Dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En tot morgen. Doei.